collega's zeggen tegen mij ook wel, zou je niet eens je rijbewijs halen? En dat helpt toch, als iemand dat af en toe zegt tegen je, want het zou toch wel handig zijn, dan is het toch fijn als je, dan voel je je wel gesteund om stappen te ondernemen. Ik ben Anton Vernet en ik werk in de bibliotheek als programmeur. Ik programmeer activiteiten in de bibliotheek. De bibliotheek is nu vooral een plek waar je je kan ontwikkelen als je beter wil worden in taal en beter wil worden in digitale vaardigheden. Ik wil zelf nog leren autorijden. De meeste mensen leren autorijden als ze 18 zijn. En dat wordt toch wel beschouwd als een basisvaardigheid, zou ik zeggen. Als iets wat je in je leven moet kunnen. Maximum snelheid, inhaal, manoeuvre. Best wel voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is het best wel lastig, denk ik. Dus ik kan me voorstellen dat het een drempel is. Het is voor mij al een beetje een drempel om dit hele boek door te worstelen, eerlijk gezegd. Hoor. Misschien is het ook een deel van, ja, ze zien me daar aankomen bij zo'n rijschool. Iemand van achter in de 40, moet hij nog auto gaan rijden? Gaat hij dat nu pas leren? Ik merk ook bij mijn werk dat we regelmatig dat we activiteiten hebben buiten de bibliotheek. Op een andere locatie. En dat we dan daar spullen voor nodig hebben die te groot zijn om met de fiets mee te nemen. Waarschuwingsknipperlichten. Wat een lang woord. Waarschuwingsknipperlichten. Ik vind dat ik gewoon moet beginnen. Want ik ga heel vaak croissantje eten bij de bakker om de hoek. En daar tegenover zit een rijschool. Dus het is een paar stappen. En daarnaast zit de fietsenstalling waar ik mijn fiets heb gestald. Dus ik loop er elke dag. Ik loop elke dag langs de rijschool. Dus het is eigenlijk een kleine moeite om even naar binnen te stappen.